Kijk, dat is nou weidevol natuurboerderij. En het is echt ook een echt wijde uitzicht rondom het gebouw. En ik neem je vandaag mee naar de natuurboerderij, weidevol. Daar wacht Leanne Spans op mij. En dan gaat ze mij een rondleiding geven en jullie daarmee ook gelijk laten zien hoe het er hier uitziet. Hey, goedemorgen. Middag. Hi. Kijk. Welkom. In Zwartsluis zijn we, ja. In de buurt van Zwolle ongeveer. Ja, Meppel, Zwolle, daartussenin. Ja. Dus welkom. Lopen met ons mee. Ja, we gaan naar binnen toe. De ontvangstruimte in. Nou, hier ontvangen we eigenlijk altijd de groepen. Hier is koffie en de lunch en dat soort dingen. En boven vaak voor vergaderingen en trainingen. Ik hoop dat jullie het verstonden. Ik was nog vergeten het microfoontje te geven. Lopen wij even naar de keuken toe. Anders herhalen we het nog even. Dit is de ruimte waar we dus de groepen ontvangen. En waar ze koffie en de lunch en dergelijke krijgen. Als ze boven zitten te vergaderen. En nou, verder worden hier ook wel geregeld feestjes gehouden. Maar dan is het vaak dat de mensen zelf de boel organiseren. En ik de ruimte beschikbaar stel. Ah, oké. Okay. En we zien hier mooie platen van natuurmonumenten? Ja, ons bedrijf is, we zitten hier midden in natuur. Prachtige omgeving om te wonen, om te boeren wel eens wat lastig. Het is hier veel natuurmonumenten en we hadden op een gegeven moment zoiets van, ja, we kunnen dat als een bedreiging zien, maar we kunnen er ook een kans van maken. Dus, we waren al best wel vaak met natuurmonumenten in gesprek op ons oude bedrijf. En op een gegeven moment zijn we gaan kijken van, kunnen we niet samen een beheerbedrijf op gaan zetten. Dus dat hun het land aan ons leveren en wij de koeien voor de mest en dat soort dingen. En daar hebben we dus de weidevogel, dat we rekening houden met de weidevogel op ons bedrijf. En dat houdt praktisch in dat je later op het land kan in het voorjaar? Sowieso zetten we in maart ongeveer de pomp aan om plasdras te creëren. En er zijn stukken die we pas 15 juni voor het eerst mogen maaien en stukken die 22 juni en 1 juli. Dus het is echt een mozaïekbeheer. Ja. Dus daar, tijdens de nesten zitten we heel vaak met natuurmonumenten om tafel van waar zitten de nesten, waar kunnen we rekening mee houden, waar gaan we mest op brengen, waar gaan we koeien weiden, al dat soort dingen. Dus, oké, je zit echt praktisch met ze om de tafel. Ja. Papierwerk, maar ook wel waarschijnlijk. Ja, ook. Maar het wordt allemaal wel bijgehouden. De nesten worden vanaf de weg gemonitord. We gaan nooit het weiland in. Dat ook vanwege de predatie. Dat je de vos en dat soort dingen niet het spoor kan volgen die jij loopt. Mm-hmm. Dus, en we beschermen ook geen nesten. Dus alles is gewoon vrij. De koeien die lopen er ook gewoon tussen. Want als wij een paaltje neerzetten, dan weet de kraai ook van, hé, dat kan ik zoeken. Ja, oké. Okay. Zodoende. Nou, ik was net al eventjes hierheen geweest. Wat ook vaak bij vergaderlocaties erg handig is om te weten of het ook rolstoel toegankelijk is. Ja. En ik zag hier, naast de heren- en damestoilet, ook inderdaad speciaal een invalide toilet. Ja, dat is altijd goed om rekening mee te houden. We hebben geen lift, dus als we groepen hebben met mensen met een handicap, dan wordt het hier beneden gehouden. Ja, in de ontvangstruimte. Ja. Dus dan kunnen we ook gewoon een beamer en een scherm los neerzetten en dan redt de groep zich ook daarin. Ja. Okay. Nou zijn er ook wel mensen die, ik had pas ook een groep en die wilde per se boven en toen zei die man die in een rolstoel zat van, maar dat gaat me wel lukken hoor. Dus die ging gewoon achterstevoren de trap op en het duurde wat langer, maar het is hem gelukt. Dus kijk. Soms worden mensen ook wel weer heel inventief. We zien achter ook gelijk een evenwicht, dus die man moest zich ook even in evenwicht houden om hier boven te komen. Ja, inderdaad. Ja, dat hebben we gekregen toen we geopend zijn van Hermes en ouders. Nou, dat beeld echt wel uit, twee personen zijn wij en de weidevogel op de achtergrond en de rietsigaren, dus dat je echt rekening houdt met. Ik kan even inzoomen, dat is makkelijker. Ja. Nou, en die bloem overdwars, zeg maar, dat is mijn lievelingsbloem. Ik ben eigenlijk altijd bloemist geweest en daar werkte ik altijd graag met die bloemen, zeg maar. Aronskelk, volgens mij. Ja. Zat in ons buitenloket. Ja, bij mij ook. Dan zijn we inmiddels boven aangekomen dus, bij de vergaderzaal. Ja, die de grote. Stond dus klaar voor jullie. Ja. Maar we hebben hem omgegooid als online.
Dus, ja. Nou, dus je kan lekker thuis op de bank of bij het eten koken kijken. Kijken, ja, inderdaad. Nou, en hier ontvangen we dus de grote groepen. En kijk je dus ook zo de stal in. De koeien lopen nou natuurlijk nog lekker buiten, want we zijn biologisch. Dus we proberen zoveel mogelijk te weiden, zo lang mogelijk. Ja. Een mooi overzicht, een mooi uitzicht voor als je hier aan het vergaderen bent. En daar is nog een uitloop, zag ik. Ja, nou, er wordt niet zo heel veel gebruikt, omdat je toch altijd wel naar ruikt naar de stal. En de mensen uit de stad dat niet altijd lekker vinden. Als we thuis komen. We proberen het in de zaal natuurlijk een beetje te camoufleren met luchtjes. Maar op de voergang zelf kun je dat natuurlijk niet doen. Dus, we staan nu in theateropstelling, zeg maar. Hoeveel kunnen er dan... Nou, er staan er nu volgens mij 75 ongeveer. Maar hij is nog niet vol. Ik heb zelf, vind ik, max 80. Omdat dat voor mezelf gewoon goed te doen is. Te bewerken is. Ja. Maar er kunnen er wel 150 in. Dus, maar dat vind ik zelf niet prettig. Dus dat doe ik eigenlijk nooit. En erg handig ook kamerschermen. Zodat je als je hier met allerlei spullen komt van sprekers of standhouders of wat dan ook. Ja, kunnen we mooi achter het scherm wegmoffelen. Ja. Nou, verder is er dan een beamer en een groot scherm is er altijd. Nou, wifi-verbinding. En als er online gebeuren moet, dan weet Jacqueline heel goed op te lossen met snoeren en zo. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, bedraad internet mogelijk. Flip over makkelijk voor in het gebruik. Ja. Kijk aan. Nou, en, je merkt gewoon heel veel dat mensen... tot rust komen hier. Als ze gesprekken of trainingen hebben, dan vinden ze het heerlijk om hier lekker naar buiten te gaan. Je hebt hier gewoon alle ruimte, niemand die in de weg zit. Nee. Dus dat is echt ideaal. Dat krijg ik wel heel veel terug op het gastenboek, van dat ze dat heerlijk vinden. De rust en de ruimte en het licht. We hebben veel glas. In de zomer was het lastig, omdat het ook nog wel warm kan worden. Maar in de winter is het echt heerlijk dat je het weidse uitzicht hebt. Ja. En in de zomer heb ik niet heel veel trainingen. Dat vind ik ook zelf altijd wel lekker, want dan is het op de boerderij natuurlijk weer wat drukker. Ja, dan heb je het gelijk gespreid. Ja. Maar je kan wel met gordijnen donker maken, zeg maar, om ook de beamer te kunnen lezen. Ja. Ja. Ook al schijnt de zon fel. Ja. En kijk dan wat een wijd uitzicht. Ja, je kan hier naar kampen kijken, dus dat is echt wel lekker ver. Zo. Nou, heb je en picknickterrein, dus als je ook nog of bij een spreken een team uitje hebt. Of, ja, ook daar zijn we wel in. Kinderfeestje? Kinderfeestjes doe ik eigenlijk niet, want dat vind ik zelf gewoon niet zo leuk. Ik heb zelf wel 4 kinderen en ik zag altijd op tegen de kinderfeestjes, dus die heb ik eigenlijk een beetje geskipt weer. En dan moet je de sloot ook gaan afzetten en dat soort dingen? Ja, nou dat ook, ja. Ik zie wel een kinderhoekje. Ja, ik heb natuurlijk ook wel eens verjaardagen of partijen en dan vinden ze het wel lekker als de kinderen even kunnen kleuren of wat dan ook. Een eigen bezigheidshoekje hebben. Nou, mooie ruimte. Lekker licht. Nou, dan lopen we nu even naar de andere kant. Daar heb ik nog een vergaderzaal. Die is kleiner. Dat is meer die directieoverleg. Er zitten ook wat luxere stoelen. En het is gewoon meer echt voor... Een beslotener kring om wat intiemer te zitten. Nou, en hier vanuit kijk je dan zo de melkstal in, uit deze zaal. Ja. Dus we gaan straks melken om 1 uur. En dan zien de mensen mooi de koeien binnenkomen. En dan worden ze in de put gemolken. En dan komen ze via de doorloopgang selectiepoort gaan ze weer in 2 groepen. En dan gaan ze weer naar buiten. En dan komen ze gewoon weer bij elkaar. Maar s'avonds dan blijven ze binnen en dan zitten ze in 2 groepen. Een nieuw melkgroep en een oud melkgroep. En thuis hebben we de koeien en we hebben op 4,5 kilometer nog een boerderij, de oude boerderij, zeg maar. En daar zijn we sinds april weer begonnen met melken. Maar daar doen we het met een robot. En daar woon je bij, hè? Ja, dat is daar je woonplek. Ja. Nou, hier heb je ook een whiteboard beschikbaar, flip over. Ja, een beamer en een ruime tafel. Ook weer. Nou, tafels kunnen we net inrichten zoals je het hebben wil. Wordt meestal van tevoren als ze boeken gevraagd van hoe wil je de opstelling. Nou, dan regelen we dat de opstelling zo is zoals ze het willen hebben. Ja, het zijn gewoon 4 losse tafels. Je kan ze achter elkaar loszetten. Ja. Ja.
Ja, en iedere groep is anders. Dus iedere groep heeft ook zijn eigen wensen. En daar proberen we altijd zo flexibel mogelijk in te zijn. Ja, dat is ook het leuke ervan. Dat je gewoon lekker alle kanten op kan. Ja. Mooi. En hier om even... Op het bordes of gaan we gewoon de stal in? Dat kan ook. Ja. Nou, counters wens jullie trouwens ook nog heel veel plezier met het uitpakken van de pakketten en het genieten van wat er in de pakketten zit. Voor deze dag van de boerin. Kijk, je hoort... zijn het zwaluwen? Of? Nee, hè? Ze zijn iets te groot. Eigenlijk niet de vogels die we willen hebben. Maar, niet onder de categorie natuurmonumenten bij de vogels. Nee. Ja, spreeuwen in de stal is nooit alles onder de scheid. Dat vind ik zelf nooit zo prettig. Maar goed, ja... Ze zijn er nou eenmaal. En natuurlijk ook altijd in het voeren. Dat is wel eens een nadeel. Ja. Nou, dit is onze lichtboxstal. Uitloop. En onze uitloop boven. Dus de mensen kunnen dan echt vanuit de vergadering zo kijken. Ik zei al dat dat niet zo heel veel gebeurt. Omdat mensen dan toch altijd om dat stof en de geur. En daar is niet iedereen van gediend. Nee. Dus ik krijg eigenlijk heel veel... groepen, meestal uit de steden, dus die helemaal niks met de boerderij hebben. Want dan vragen ze wel eens van, je zou wel veel bedrijven krijgen die eigenlijk aan het bedrijf gerelateerd zijn. Dat is eigenlijk niet zozeer zo. Dat is juist mooi om inderdaad die boer-burgerverbinding te krijgen. Dat merk op deze ik hier manier... wel heel veel, dat ze dat gewoon leuk vinden. Sommige mensen hebben echt nog nooit een koe van dichtbij gezien. En ja, dat is gewoon heel leuk om dat te laten zien, hoe je bezig bent op een boerderij. En ja, er komen er best wel eens binnen die zeggen van, je ruikt hier wel de koeien. Je ruikt het ook echt wel als je binnenkomt, maar als je er even zit, dan ben je er ook wel aan gewend. En dan zeggen ze, het is zo'n lekkere ontspanning. Het is heerlijk om hier bezig te zijn. Dus echt leuk om dat te ervaren. Het kreeg pas ook van iemand te horen, er was ook een groep om te eten en het was de bedoeling om dat buiten te doen. Maar het ging keihard regen, dus toch maar op de voergang tafels neergezet en stoelen. En dat vonden ze zo geweldig. Dat vonden ze eigenlijk veel leuker dan buiten zitten. Ja. Dat kan overal. Ja, het nadeel is alleen dan, vooral mensen uit de stad, die hebben echt een hekel aan vliegen. Dus dan heb je altijd al die vliegen op je eten. Dus dat is dat probeer ik toch thuis, of hier beneden altijd wel rekening mee te houden. Oké. Goed. Wij hebben in de lichtboxen hebben wij kalkstroowater. Dat is misschien ook wel even leuk. Ga ik even weer terug. Ja. Dat hebben wij omdat we natuurlijk rekening houden met de weidevogels. Dus zo creëren we de vaste potmest weer van vroeger. Dat je in de potstal? De potstal hebt. Nou, dat is natuurlijk met een hele grote koppel gewoon lastig, een potstal. Dus daarom hebben wij gezegd van we gaan wel gewoon een lichtboxen doen. En dan doen we de stro, kalk en water in. En dat strooien we iets hoger op, zodat de koeien er wel uitlopen. En dan wordt het aan het eind, dan wordt het met de voeren, of met de mestschuif naar achteren gedaan. En aan de achterkant hebben we een klein stukje rooster. Kunnen we straks wel even naar kijken. Ja. En dan, daar zakt de dunne spul zakt daardoor. En het dikke valt achter de muur. Daar hebben we vrachtwagendoks. En daar scheppen we het uit. Dan heb je de stapelbare mest. En dat doen we over het vogelland heen. En daar heb je dus ook weer meer de insecten weer terug. Zodat je niet met de injecteur constant de bodem kapot hoeft te maken, maar door met de meststrooier het mest over het land te krijgen, heb je gewoon veel meer bodembeven. Ja. En dus ook meer weidevogels. Alles loopt in elkaar door. Ja. Ja. Alles, en een potstal is voor degene die niet weet wat dat is, een stal waarin... Alleen een stro en licht en wat je constant opstrooit en wat je op een gegeven moment gewoon een keer uitmest. Ja. Flink eruit moet halen, hele stapel. Nou ja, dat is leuk als je... 20, 30 koeien, denk ik dat goed te handelen is. Maar als je echt groter gaat, dan moet je wel zo'n groot oppervlak hebben om het schoon te houden. Dat is gewoon echt lastig. Dus, en hoeveel koeien hebben jullie? Wij melken 230 en thuis melken we de 50. En dan nog de droge koeien, dus we zitten over de 300 koeien heen. Is dit dan muziek voor de koeien dat ze weer naar binnen kunnen komen? De melker begint de boel al op te starten inderdaad. Dus die... gaat zo de koeien ophalen. Maak nou de melkstal vast klaar. Oké, lopen wij vast naar beneden toe.
Over natuur heb je ook boven inderdaad ook toiletten. Dat is wel handig. Ja, dat is vooral als je een training hebt wel lekker als je niet constant naar beneden hoeft. En met grote groepen moet je natuurlijk ook voldoende toiletten hebben. Dus, ja. Sluiten we al van de picknicktafel of naar de... Zullen we achteraan eventjes nog naar die mest en zo? Hi, we hebben een live kijker, alleen door de zon kan ik het nu niet zo goed zien wie het is. Ah, Marien Agnes. Hoi, leuk dat je erbij bent. Hey Agnes, ook al wel eens hier geweest. Kijk. Nou, hier hebben we de melktank. Even de andere kant op. Ja. Even kijken of de zon goed zit. We hebben gekozen om de melktank buiten te zetten, gewoon ook om te besparen in de stal qua ruimte. Vandaar een silotank. Ja. Nou, en hier de silo die iedere twee weken gevuld wordt door Reuding. Dus dat is onze leverancier voor de biobrok. We nemen eigenlijk alles af via Reuding. Ja. De biologische tak van Four Farmers, hè? Ja. En als mensen trouwens komen parkeren voor de begraaflocatie, heb je daar allemaal parkeervakken? En desnoods kan je hier ook nog... Ja, hier kun je eventueel ook, maar het liefst natuurlijk vooraan het pand. Bij de, maar als het grote groepen zijn, dan hebben we hier ook nog een stukje semi-verhaal. Dus, ja. Ja, en hier, dit is strooisel. Dat komt vrij hier uit het natuurgebied, uit het riet, zeg maar. Je mag niet meer het rietstruigel verbranden. En dat wordt nu eigenlijk hier opgeslagen, gedeeld hoor. We hebben lang niet alles, want dan moet je wel heel veel ruimte hebben. Over hebben, ja. Maar, en dat vermengen wij weer met onze mest, zeg maar. Dus zo hebben wij goede compost. En voldoende compost, zeg maar, om het weiland te strooien. En voor hun is het een restafval en voor ons is het een mooi product erbij. Ja, zegt... recycling, dus ook weer meer en meer mooie gebruik. Samenwerking. Ja. Ja. Meer duurzamer. Nou, we hebben hier onze kuilbulten niet. We hebben hier wel wat balen. Maar onze kuilbulten zijn op de boerderij thuis. En we rijden dus iedere dag met een mengvoerwagen deze kant op. En dan voeren we boeien. Dat was op 4,5 kilometer afstand, zei je. Ja. Nou, hier heb je de vrachtwagendoks, waar dan de mest invalt. Ja, dat wordt dan naar achteren geschoven. Ja, geschoven en dan valt het hier naar beneden. En dan, één keer in de week ongeveer, dan strooien we in en dan hebben we de shovel bij ons en dan gooien we ook de mest even op de mestplaat aan die kant. Ja. Wij hebben hier een luchtwasser, ook om voor de ammoniakuitstoot richting het gebied. Als we dat niet hadden, dan hadden we voor een groene vlagvoer gekozen. Maar uiteindelijk konden we met dit systeem nog 30 koeien meer houden in dezelfde stal. Dus vanwege de uitstoot? Ja. Okay. Nou, prachtig weer vandaag, ja. Nou, daar lopen onze koeien. Die komen zo naar binnen om te melken. Dit is eigenlijk allemaal natuurland. Dus hier gelijk om de boerderij heb je niet zoveel weidevogels, omdat de dijk nog wel wat verstorend is. En dus hier kunnen we eigenlijk altijd wel vrij vroeg al beginnen met weiden. Maar achter de weg bij de masten, zeg maar, daar heb je echt het echte natuurgebied wat echt voor de weidevogels is en waar we ook plasdras en dergelijke hebben. En dat is ook gewoon meer het kruidenrijke grasland. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja. Mooi. Nou. Dankjewel voor deze rondleiding zover. Goed weer bij te pakken en we zijn echt rondom het bedrijf geweest zo. Ja. Hoe lang geleden ben je begonnen met de vergaderlocatie? Dit is gebouwd in 2014 en we zijn 2015 was dat gedeelte klaar, zeg maar. Dus sinds 2015 zijn we bezig met de vergadering hier. Ja. En dat is gewoon leuk om te doen. Ik ben zelf niet opgegroeid op een boerderij. En miste gewoon heel erg het gewone contact, zeg maar. Vanuit de winkel had je altijd praat met klanten en kwam je thuis en had je altijd wat te vertellen. Op een gegeven moment was het gezin, mijn kinderen als boerin natuurlijk toch toegewezen aan thuis en een keer bijspringen op de boerderij.
Maar dat was gewoon niet echt mijn ding. Ik help nu ook wel, maar in, ja, vooral het gezin en de vergaderingen, dat vind ik gewoon superleuk om te doen. En zaterdagavond als Herman moet melken, dan help ik hem wel mee. Maar ja, dat is meer omdat ik dan weet dat hij sneller klaar is. En dat weer, het ook gewoon even gezellig is dat je met z'n tweeën in de melkput staat en dat je wat dingen kan overleggen. En daarnaast weer de tijd ook met je gezin, want je hebt ook nog... We hebben vier kinderen, dus de oudste is 18, een jongen. En dan drie meiden van 15, 14 en 11. En het is wel heel bijzonder, want ze maakt nu ook nog even tijd vrij, want vandaag is haar dochter jarig. Ja, en we zijn wel echt een gezinsgezin, zeg maar. Dus wij willen ook altijd wel, als iemand jarig is, dan houden we dat de hele dag. En dan proberen we het ook gewoon vrij te houden. Maar nou ja, voor dit wilde ik gewoon wel even tijd maken. Ik zie even tegen de zon inkijkend. Oh, Irene de Prinsen. Hoi. Hey. Leuk dat je ook kijkt. Die is theaters rond geweest met De Avond van de Koe. Met Helene Lansink en Buffel Mozzarella bedrijf en nog één. Ik ben even de naam kwijt, maar tik jij het hieronder in, Irene, dan weten we die naam ook weer te vinden. En als je vragen hebt, je kan het tikken, want dan kan ik het lezen. En dan kan ik het gelijk aan Lianne vragen, als je dat zou willen. Zullen we even gaan wij even ruimte maken, want anders dan... Ja. We lopen gewoon even over de voorgang, dat is wel even leuk. We hoeven niet zwaar te duwen. Trekken. Daar zijn we. Ja, even kijken. Oh ja, Simone Kochel. Dankjewel, Irene. En weer omlaag. Zo. En Helene Lansink was daarbij dan inderdaad. En dan mis ik nog één naam, hè, Irene? Volgens mij. Met z'n vieren. Nou, dan hebben we weer een andere kijk op de vergaderlocatie. Hoe de koeien er tegenaan kijken. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wij voeren hier ook alleen eigenlijk maar gras. Geen mais en dergelijke. En wij voeren dan nog wel okara bij. Dat krijgen we ook via Reudink. En dat is eigenlijk een product dat vrijkomt bij de sojawinning. Voor de humane sector. Dus eigenlijk een afvalproduct, zeg maar, van de soja. En dat is heel eiwitrijk, dus dat is altijd smakelijk voor de koe. Als je het er niet in hebt, dan proef ze het gelijk. Dan laat ze het liggen? Of, Nou, dan wordt er gewoon minder gevreten. Ja, dat merk je echt al. Ja. Dus, ja, en dat is dan ook wel gewoon weer leuk, dat je op die manier toch wat dingen sluitend krijgt. Ja. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat het biologisch is. Dus het is er ook wel gangbaar, maar wij hebben altijd biologisch. Op het oude bedrijf was het ook altijd biologisch? We zijn nu een jaar of zeven, denk ik, biologisch. Nee, we waren dus niet altijd biologisch. Dat gaat niet zomaar, hè? Dus je kan niet zeggen van nee, van de een of de andere dag... Nee, de andere dag biologisch. Nee, daar ben je echt twee jaar mee bezig om te schakelen. Dus sowieso met het weiland, anderhalf jaar ongeveer. En dan moeten die koeien nog een half jaar omschakelen. Okay. Je moet dus al wel een half jaar... krachtvoer voeren, maar dan krijg je nog de prijs van de gangbare, melk. Ja. Dus het is ook echt wel een investering. Niet iedereen lukt dat. Nee. En sowieso moet je natuurlijk voldoende grond onder je bedrijf hebben. Dus ja. Oké. Okay. Ja, ik heb even het gespiegeld, dan kan je het ook lezen. Reudink had jullie graag de koffie aangeboden vandaag. Maar ja, dat valt nu niet mee, dus... Wat we tegenoverstellen. Ik pak koffie vragen aan Reudink voor de koffietafel. Al daar voorgesteld van, nou, als je iemand van Reudink vraagt om meer informatie voor biologische voeding of grasweidemengsels, nodig ze uit op de koffie en dan hebben ze beloofd dat zij iets lekkers meenemen voor bij de koffie. Nou, een goede onderhandeling. Inderdaad. Oké, okay, dan komen we zo weer bij de zaal beneden uit, bij de ontvangstruimte, denk ik, hè? Ja. Even kijken hoe ik... mensen moeten even terugschakelen. Ja. Even de melkstal nog zien of niet? Ja. Even kijken. Mooi eten naar de melkstal.
Ik weet niet of jullie ons nu nog verstaan. We hebben nu een microfoontje, maar... Ja. Kijk, nou, staat er alleen te wachten. Ik blijf wel even ervoor zitten. Wij hebben hier dus een 2x24 swinghoven melkstal. En, het voordeel daarvan is dus dat de koeien iets langer in de melkstal staan. Ze krijgen alleen hier in de melkstal een krachtvoer. Dus daar hebben ze mooi de tijd om het tot zich te nemen. En je als melker eigenlijk nooit hoeft te wachten. Dus je kunt gewoon de hele tijd vol aan het melken blijven. Het was hoeveel? Je hebt vast gezegd. 2x24. Oké. En dan is 3 keer daags melken? Ja, 3 keer daags. Morgens om 5:30, middags om 1:00 en s'avonds om 9:00. Dus een uurtje of ongeveer 2 uur werken. Dan. Ja. Ja. Dus alleen gewoon goed te doen. Ja. Maar het is niet dat jullie elke keer melken? Jullie hebben... Nee, we hebben een melkersteam van, met Herman en Roelof, dat is onze vaste medewerker. En dan hebben we nog 4 losse melkers. Ja. Oké. Okay. Nou, pak hem maar even terug. Ja. Dan loop ik vast die kant op, want dan gaat vast de muziek harder, of niet? Loop er even hierheen. De muziek wordt weer even ingesteld. Overal voor degenen die hier het bedrijf bezoeken. Geregeld. En dan zijn we weer terug bij het begin. Ja, super bedankt. Het bedrijf weer gezien. Ja. Super bedankt voor je rondleiding. Uitgebreid alles bekeken. Mocht je nou nog vragen naderhand hebben. Of als je dit op een later moment terugkijkt, tik hieronder je vraag en dan ziet of Leanne het zelf of ik speel de vraag even door. Hoi Marjan, ook leuk dat je kijkt. Alleen wij zijn net een beetje aan het afronden. Dus zodra we dit beëindigen kan je hem weer terugkijken. Als je een vraag hebt aan Leanne, kan je hem nu nog even erin tikken dat we hem gelijk stellen. Of even een duimpje of een hartje, vinden we ook altijd leuk natuurlijk. Of deel het in je netwerk om dit te zien. En dan, ik zie dat iedereen nog iets meer heeft aangeantwoord. Andra Westerhof van de Buffels en Helene Lansing van de Melktapperij en Simone van de Koesafari. Ja, inderdaad, die had vandaag ook een koesafari, dus die zal ook geen tijd hebben om niet te kijken, maar die kan het weer later terugkijken. Ja. Oké, nou super bedankt voor het kijken en jij bedankt voor deze rondleiding. En veel plezier met de verjaardag vieren van je dochter. Dat doen we. En jij nog succes. Dank je.